Meneer Jansen, jullie hadden het vanavond over de rekenkamer. Maar ik geloof dat die elk jaar een rapport uitbrengt, of niet? Ja, dat klopt. De rekenkamer is van de raad. En elk jaar bepaalt de raad wat de rekenkamer onderzoekt. Ja, dit jaar hebben ze opnieuw een onderzoek ingesteld. Waar ging dat over? Dit jaar hadden we gevraagd om eens te kijken naar hoe Gennep in controle is. 2 jaar geleden bleek dat er nogal wat mis was in de cijferreeksen en de euro's. Daar heeft de raad toen van gezegd, bestuur, dat die je beter te doen. Bestuur heeft beterschap beloofd, er is ook plan gekomen en dat plan hebben we geëvalueerd. Dus de rekenkamer heeft gekeken of dat daar oude aanbevelingen nageleefd zijn? Ja, en de conclusie is dat dat goed gedaan is. Dus met andere woorden, de cijfers, als het gaat om de cijfers in de begroting en de uitgaven, dan is Gennep weer in controle. Met andere woorden, we weten waar we mee bezig zijn, wat het kost en dat we daar genoeg centjes voor hebben. Ja, dat weten waar we mee bezig zijn, dat is zo net de andere kant van de zaak. Het gaat niet alleen om cijfers en geld, maar ook ben je bestuurlijk in controle. En vanavond waren er toch meerdere agendapunten waaruit bleek dat het daar nog wel wat kritisch mee is met dat bestuurlijk in controle. Dat wil zeggen, er worden soms besluiten genomen waar dat we de gevolgen niet helemaal van overzien, of hoe moet ik dat invullen? Ja, dat klopt. We hadden ook op de agenda staan een problematiek die te maken had met gezondheidszorg, de GGD. Nou, daar blijkt, hebben we nou goede afspraken gemaakt en eigenlijk gaat het over heel veel ambities. Maar wat we nou precies als resultaten willen, dus waar we het geld voor inzetten, ja, dat is dan niet helder. Dus bestuurlijk kan er nog heel wat verbeteren. Bestuurlijk kunnen we nog wat verbeteren. Wat centen betreft gaat het goed. Ja, dat klopt. Zo gaat het. Gaat u nou als raad ook het volgend jaar opnieuw aan die commissie vragen om bijvoorbeeld dat beleid dan te gaan toetsen? Dat zou kunnen. Hè. De raad is zelfstandig daarin om zelf te bepalen welke onderzoek ze de rekenkamer laat doen. Dat kan ook om integriteit gaan, het sociale domein. Dus de raad bepaalt wat de rekenkamer onderzoekt. We hebben vandaag in de raad het regionale beleidsplan van de GGD vastgesteld. En bij dat regionale beleidsplan zat ook het Gennepse uitvoeringsprogramma voor 2013. Dat zijn dus eigenlijk twee plannen dan, als ik het goed heb. Eentje grote lijn en eentje wat meer gedetailleerd voor Gennep? Ja, de grote beleidsnota is voor 14 gemeentes van Noord- en Midden-Limburg, wat we met de veiligheidsregio hebben vastgesteld. Ja. En daarbij is voor de gemeente Gennep, voor iedere gemeente, wordt ook nog een concreet uitvoeringsprogramma gemaakt voor die gemeente. En dat heeft de GGD dus ook gedaan voor Gennep. Ik heb van meneer Jansen begrepen dat het op economisch gebied goed geraamd en bekeken wordt en dat we op beleidsniveau nog eigenlijk wat verbetering kunnen hebben. Hoe zat dat bij dit onderwerp? Waar u op doelt is dat we vandaag ook het onderzoek van de Rekenkamercommissie hebben besproken. Waarin wordt gezegd van nou op cijfers is de gemeente Gennep goed in controle met sturen. Maar als het gaat om sturen op beleidsdoelen hebben we nog wel een verbeterslag te maken. Vervolgens krijgen we de beleidsnota over het uitvoeringsprogramma van GGD te zien. Waarin allerlei hele vage doelen staan. Eigenlijk zijn het alleen maar ambities die zijn beschreven. Vertaald af en toe nog in een doel, maar heel weinig concreet. Als ik een voorbeeld mag noemen, er staat bijvoorbeeld bij ouderenzorg dat ze willen dat ze gegevens willen verzamelen en analyseren om zo de zelfwerkzaamheid te bevorderen. Ja, dat is inderdaad wel erg abstract, maar staat dat nou in het grote beleid of staat dat in het Gennepse beleid? En dat staat in het Gennepse uitvoeringsprogramma. Wat ook onze mening is, dat het Gennepse uitvoeringsprogramma, het lijkt wel plakken en knippen van landelijk beleid, zonder dat er wordt gekeken naar onze Gennepse situatie. Wat is nou echt in Gennep aan de orde? En welke afspraken hebben wij al gemaakt met in onze eigen WMO-nota die wij een paar maanden geleden hebben vastgesteld? En dan krijgt de wethouder het warm. Ja, het verbaasde mij dat de wethouder het warm kreeg. Van mij had hij dat niet gehoeven. Hij had wat mij betreft mogen zeggen van ik heb de kritiek gehoord en ik geef het door aan de GGD. Want het is voor mij geen kritiek op onze wethouder van samenleving en milieu, maar kritiek op de GGD. De GGD moet aan de slag. Dan komt de wethouder, laat ik zo zeggen, in de verdediging. En u als raad heeft hem daar toch duidelijk op aangesproken? Ja, de wethouder ging in de verdediging. Was wat mij betreft dus niet nodig geweest. Dus
ja, hij had wat mij betreft gewoon kunnen zeggen, ik neem het mee en ik geef het door aan de GGD. En wat ik graag ook van hem had gehoord, als hij het uitvoeringsprogramma voor 2014 gaat maken, dat hij invloed uitoefent bij de GGD om die doelen concreter te maken. En daar gaat u hem het volgend jaar ongetwijfeld aan houden? Nou, hij heeft toegezegd om voor 1 april met een concreter uitvoeringsprogramma te komen voor 2014. Nou, de Floriade is het feestje wat geweest is vorig jaar. Hè? En Green Park is het vervolg daarop. Dus de Floriade ging van het terrein af en dan zou er een bedrijventerrein ontstaan. En ja, dat is Green Park. Ja, en dan wordt er geld overgeheveld van het een naar het ander, als ik het goed heb. Dat klopt. De Floriade was natuurlijk de tuinbouwtentoonstelling en er stonden een heleboel gebouwen zijn daarvoor gebouwd op het Floriade terrein. Ja. En Venlo Green Park heeft die gebouwen van de Floriade overgenomen voor een kleine 4 miljoen euro. Dat betekent als dit... Nee, dat is niet, want we zijn ook... Eigenlijk maakt het dus niks uit. Het maakt eigenlijk niks uit. Er gaat 4 miljoen Floriade, waarvan de eigenaar zijn. Daar gaat 4 miljoen naartoe. Green Parks, waar wij ook eigenaar van zijn, ja, daar gaat 3 miljoen van af. Dus voor de gemeente Gent, dat maakt er niks uit. Maar er was wat anders aan de hand. Bij de stukken werd ook een inkijkje gegeven naar de toekomst. En daarvan zeiden een aantal partijen in de raad, ja maar jongens, dit is helemaal niet concreet. We weten dan nog niet welke risico's we precies lopen. Breng dat nou eens in beeld. Ja, mevrouw Van Hulstein, maar dat is toch precies wat ook de rekenkamer zijn. De centen is een 8 en beleid, daar moet nog wat aan gespijkerd worden. Dat klopt helemaal. We zijn cijfermatig heel erg in controle in Gennep. Neigen we zelfs naar overkill. Maar beleidsmatig, bestuursmatig niet. Daar moeten we meer ons best doen. Sterker de piketpalen slaan. En dat proberen we dus ook te doen. En dit voorstel, net wat meneer Ere zei, was zodanig vaag dat wij konden het gewoon niet doorzien. En we hadden echt zoiets van, nou, wij kunnen met deze begroting echt niet instemmen als gemeente Gennep. We zitten voor 8,5% nemen we deel in Green Park. Ja. En dan mag je toch op zijn minst snappen wat je leest. En zolang we dat niet snappen, hebben wij niet het gevoel in control te zijn. En dat heeft erin geresulteerd dat de raad raadsbreed een zienswijze heeft ingediend dat we eerst antwoorden willen hebben over welke risico's, en dat zijn miljoenen risico's, wij als Gennep hier lopen. Jawel, maar als u de risico's in beeld gebracht wil hebben, hoe kan een wethouder of een organisatie eraan voldoen? Ik snap uw vraag niet helemaal. Nou, het gaat erom dat er mogelijk nog risico's in zitten. Ja. Hè? Wat heet lijken in de kast. Maar in ieder geval verliezen die we op dit moment niet goed kunnen inschatten. Ja. Maar hoe kunnen we die dan wel in gaan schatten? Dat is dus wat wij vragen. Geef nu, maak nu eens een overeenkomst. Laat nu eens zien op een worst case scenario. Stel dat je die gronden helemaal niet verkoopt, ja, dat zou kunnen, ja, dan moet je die afwaarderen op de prijs van landbouwgrond. Okay. Nou, laat nou eens zien wat dat voor het totale project in zou houden. Nou, dan weten wij dat wij daar voor 8,5% in zitten. Ja. Dan kunnen wij bepalen wat wij voor voorzieningen moeten treffen binnen onze gemeentebegroting. Okay, dus we willen eigenlijk worst case scenario zien. Als je bijvoorbeeld bij gedwongen verkoop tegen landbouwprijs die gronden moet verkopen, maak je natuurlijk als Venlo Green Park een ongelooflijk verlies. Ja. En Gennep neemt dan deel voor 8,5%. En om een idee te geven, de grondprijs wordt nu geschat op 145 euro de vierkante meter. Ja. Nou, ga eens naar 15 euro de vierkante meter. Ja, dan wordt het aanzienlijk. Ja. Maar goed, we zitten samen in het bootje. En toch willen we als raad van Gennep daar, laat ik zo zeggen, een behoorlijke... Ja, duw geven in de richting van transparantie. We willen weten waar we staan. We hebben natuurlijk heel vervelend leergeld betaald met de Floriade, waarbij we niet hebben overzien, tenminste in het verleden, hebben de partijen die toen in de raad zaten, dat was de VVD niet, maar niet overzien. Ja. Wat, nou ja, er zat iemand, maar oké, die zit er niet meer in, klopt helemaal. Ja. Maar we konden het niet overzien en daar hebben we natuurlijk zwaar leergeld voor betaald met z'n allen. En die fout willen we gewoon niet nog een keer maken. Zoveel mogelijk als dat we kunnen, de risico's inschatten, concreet maken. Hoeveel betekent dat nou? Van hoeveel euro's, miljoenen, hebben wij 8,5% te pakken in het ergste geval? Dat willen we duidelijk hebben. En de wethouder krijgt de opdracht om dit met de andere gemeenten stevig te gaan bespreken. Met de andere gemeenten stevig te gaan bespreken. De wethouder staat daar ook niet alleen in. Want de gemeente Horst heeft dezezelfde besluiten al moeten nemen. En die heeft haar wethouder opgedragen om in gesprek te gaan met collega's. Om die duidelijkheid te kunnen verschaffen. Op wat voor termijn denkt u dat de wethouder met wat antwoorden kan komen?
We hebben er duidelijk op aangedrongen bij de wethouder om voor de behandeling van de begroting in onze raad in Gennep, dat is in november, deze antwoorden te hebben. Want als er nog financiële consequenties zijn voor ons, dat we bijvoorbeeld, ja, financieel verhaal, maar een voorziening moeten treffen om de eventuele verliezen af te dekken, dan moet dat nog wel gebeuren bij de begrotingsbehandeling. Dus wij willen graag voor november antwoord. Het voorstel van het college om nou de omgeving van de Martinestoren ook opnieuw te vezelen, te herwaarderen en op te krikken. Wat moet er in dat gebied gaan gebeuren? Nou, op de eerste plaats, zeg maar, is al een aantal jaren geleden door de raad, zeg maar, een bedrag gereserveerd om in ieder geval te verzorgen dat de parkeerplaats voor Hollanders, zeg maar, en bij de Martinestoren opnieuw heringericht zou worden. Oh, dat is mooi. Dus dan krijgen we daar een nieuw parkeerterrein. Nou, dat parkeerterrein wat daarvoor eigenlijk, zeg maar, in de plaats zou komen, dat is al aangelegd, hè? Want dat ligt al aan de andere kant, hè, zeg maar, bij het Melkstraatje. Ja. Alleen het vervelende tot nog toe is dat het heel slecht of nauwelijks bereikbaar is. Ja. En nou is in het nieuwe plan, hè, niet alleen voorzien een herinrichting van het plein voor de Martinestoren, hè, en voor het pand Holland, maar de gemeente heeft intussen ook een strook grond aangekocht links van het pand Hollanders, zeg maar, om daar een doorsteek te maken richting het Melkstraatje. En dan kan natuurlijk iedereen daar makkelijker parkeren, want dan is het een stuk korter als wanneer je helemaal om het kerkhof moet lopen. Dat klopt, dat is precies waar je aangeeft, Gert. Door die doorsteek te maken is, zeg maar, de afstand ten opzichte van het gemeentekantoor en de parkeerplaats 60 meter in plaats van omgelopen wel 200 meter. En als ik de raad goed beluisterd heb, dan is het met name de bedoeling dat de ambtenaren van het gemeentehuis allemaal aan het Melkstraatje parkeren. In ieder geval, dat is een doelgroep die heel goed daar zou passen, hè? Want op dit moment wordt er heel veel geparkeerd de hele dag rondom het gemeentekantoor. En dat is een hele belemmering. En dat betekent dus, zeg maar, dat het heel wenselijk zou zijn dat ambtenaren die de hele dag toch in Gennep zijn, hun auto in het Melkstraatje parkeren. Maar misschien mag ik aangeven, Ger, dat er nog een nieuw element in opgenomen is. Ja. Doordat we die doorsteek zouden maken, is ook vanuit het college, zeg maar, bedacht om tegelijkertijd een nieuwe poort in de muur van de stadsmuur van Gennep te maken. Kijk, dat is leuk. Maar is dat dan wel historisch verantwoord om zomaar een nieuwe poort te maken? Ja, zeer zeker, zeer zeker. Hè? Want kijk, je kent net zo goed als ik, hè, onze vrienden van de club van Monarch. Hè? Ja, natuurlijk. En die hebben ontdekt dat op die specifieke locatie, aan de achterkant van de muur, hè, aan de zijde van het Melkstraat, zelfs nog de contouren te zien zijn van de oude stadspoort. En hartstikke mooi. Die worden dus in ere hersteld. Wat gaat er verder nog in het gebied gebeuren? Ja, dus wat ik al zei, het opknappen van het plein, hè, voor pand Hollanders en naast, zeg maar, de Martinestoren. Ja. Het doorsteek maken, hè, zeg maar, van uit het gemeentekantoor richting de nieuwe parkeerplaatsen aan het Melkstraatje. Ja. Het, zeg maar, inrichten van dat pad, hè, want dat wordt een heel keurig pad met verlichting. Oh, okay. En onze collega's van de VVD hebben vanavond geadviseerd om daar ook nog een dynamische verlichting van te maken. Nou, ik moet zeggen, ik ben van een generatie die nog wel weet welk licht een dynamo geeft, maar dynamisch vind ik toch wel een hele lastige. Ja, goed, en dan eigenlijk de laatste vraag. Wat gaat het geheel kosten? Nou, er is, zeg maar, een heel concreet en heel absoluut budget voor beschikbaar gesteld. De gemeente Gennep die draagt zelf bij uit haar middelen 75.000 euro. En vanuit het regiofonds, waar de middelen in zitten vanuit de provincie Limburg, krijgen we een verdubbeling. En daarmee wordt het totale bedrag 150.000 euro. Dan valt het nog mee. Zij, er was er één partij volgens mij tegen, als ik het wel heb, in verband met de kosten. Ja, met name de Partij van de Arbeid, die hebben, zeg maar, tegengestemd. Niet zozeer, of eigenlijk absoluut niet, omwille van het feit dat ze niet, zeg maar, eens zouden zijn met de inhoud van het plan. Ja. Dat ze het een prachtig plan vinden, net zo goed als iedereen, doen ook hun. Alleen, die maken de afweging dat ze vinden dat, al is het maar 75.000 euro voor de gemeente, die middelen toch op een andere manier beter gebruikt zouden kunnen worden. Nou, dat is een goed recht.